Een van de meest geprezen en gewilde figuren is dan toch wel de Harley Quinn uit de Arkham Asylum series. Series 1. En ik kan u al vertellen, het ziet er inderdaad indrukwekkend uit. En ik heb het er nog niet eens uitgehaald, kun je nagaan. En over verpakking gesproken, die is nog steeds hetzelfde gebleven, zoals u ziet. Met op de achtergrond de volle maan over Arkham of Gotham. Het is maar net uit welke kant je staat. En op de andere kant zien we andere figuren die we eventueel kunnen verzamelen of juist kunnen overslaan. Rechts zien we Poison Ivy. Daarachter zien we natuurlijk Harley Quinn. Daarnaast weer Scarecrow met Joker en Scarface. En natuurlijk op de voorgrond Batman zelf. Is een erg indrukwekkend pak. Een van de weinige die ik nog niet heb. Ja, ik weet niet of het een must-have is, ja of nee. Sowieso een must-have is deze Harley Quinn. Is dat ook terecht? Nou, dan zal ik hem echt voor open moeten maken, in ieder geval de verpakking. Dat zie ik u straks terug. Tot grote paniek toen we de beelden en de foto's zagen. Want ja, zo kan Harley Quinn er nou eenmaal niet uitzien. Inmiddels weten we beter het hele verhaal achter deze kledingdracht. En ja, zouden we bijna niet anders willen. En bijna ook vergeten hoe ze er eigenlijk uitzag daarvoor. En over uitzien gesproken, ja, ze ziet er weer schitterend uit. Maar voordat ik het laat zien, laat ik eerst even de wapens zien. In ieder geval één wapen dan. Ook enorm leuk en goed gedetailleerd. Mooi ingeschilderd. Het andere wat erbij geleverd wordt is een wandelstok. Ook dat is aardig gedaan. Niet speciaal, maar toch ja, goed genoeg. Want er zit toch wel aardig wat verfdetails op, sowieso, met het goud. En het blauw metallic. De stok is ja, niet zo heel veel bijzonders, maar een beetje bruin, zwart, een beetje donkerbruin. Het heeft geen wash. Het is ja, vrij simpel. Goed, dat figuurtje, uiteraard Harley Quinzel, want zo heet ze dan eigenlijk. Ja, wat kan ik zeggen? Iedereen is eigenlijk wel een beetje verliefd op haar, toch? Is het niet om de uiterlijk, is het wel een klein beetje om de karakter. Want ze heeft toch een eigen willetje. En zo zou het ook bijna horen. Waarom zou je veranderen als het eigenlijk al perfect is? Ooit bedacht door een schrijver, Paul Dini. Erg goed gedaan trouwens. Ik zal er eens eventjes van dichtbij halen, haar gezicht. Ik kan het wel beter bekijken. Ja, alles zit erop en aan. Haar haar is niet zo blond eigenlijk als we gewend zijn. Het is ja, een beetje donkerblond met een lichte wash overheen. Kan ik misschien wat meer licht erbij halen. Maar ja, alles zit er weer op en aan. En zelfs haar nageltjes zijn gedaan. Ja, en haar gespjes zijn ook behoorlijk goed ingeschilderd. En ja, tot in de detail bijna. En zelfs het visitekaartje zou je ook bijna kunnen lezen. Ik zal het even kijken of het duidelijk genoeg is. Dat, nee, dat wilde hij net niet doen. Even terug. Misschien nu.
Ja. Gezicht ook nog eventjes. Heb je wel blauwe ogen. Mooi gesminkt. Gesp of de riem zit. De rokje zit in ieder geval los. Ik wou zeggen riem, maar het is het rokje wat los zit. Dat heeft natuurlijk wel een iets speelsheid, toch? Want zoiets kan je natuurlijk ook laten zien. Je kan het natuurlijk ietsje scheef dragen of juist niet. Maar dus ze schijnt ook een detail te hebben ergens op haar heup. In ieder geval een tattoo. Ik zie het eventjes niet. Maar goed, ze heeft het in ieder geval wel, volgens mij. En dat is ja leuk. Ja, leuk bedacht in ieder geval. Voor de rest heeft ze natuurlijk ook een onderbroekje aan. Voor mannen die dat willen weten. En een net kous. Een echte net kous trouwens. Ja, met bijzondere mooie laarzen. En natuurlijk twee kleuren uiteraard. En erg hippe hoge laarzen. Het is in ieder geval geen vrouwtje die op haar mond gevallen is. En nogal een erg bewegelijk vrouwtje ook nog een keer. Ja, zo bewegelijk is deze figuurtje ook. Maar lang niet zoals in het spel. Maar het kan wel. Haar hoofd kan bewegen. Van links naar rechts. En natuurlijk weer terug. En misschien wel een volle 360 graden. Maar ja, dan vermoord je haar. Haar arm kan uit bij de schouder. Buigen bij de elleboog. Ja, en dat is het wel. Tuurlijk ook terug. Haar been kan uit. En buigen bij de knie. En nou, voor de rest heeft het ook nog... Nee, heeft geen twist verder. Ook geen draaiing. Dat is het eigenlijk wel. Pols kan ook niet. En dan heb je het eigenlijk wel gehad. Ja, het is inderdaad terecht... Een van de betere en mooiere figuren die een speelgoedfabrikant of figurenfabrikant ooit gemaakt heeft. Het is een hergebruik weer, eigenlijk weer een van de oude serie dan. Misschien inmiddels ook alweer uitverkocht. Kan maar zo. Het is een beetje lastig dit. Ik ben dat niet gewend. Wat ik al zeg, ze hebben een eigen wil. Erg lastig dus. Maar goed. Als ze een beetje friemelen, dan lukt het hopelijk wel. Zo dus. Maar goed, er is een alternatief. Die zal ik er ook even bij halen. Dat is natuurlijk uit de andere serie. Ja, het is aan u welke u leuker vindt. En daar eindig ik het mee. Dit was Klaarten Jealous met een Arkham Asylum Harley Quinn uit de serie 1. Ik dank u voor het kijken en graag tot de volgende keer. Dag.